Dit is het podcast verkiezingsdebat. Mijn ambitie is dat dit leuk is om naar te kijken. Leuker dan wat je op de televisie ziet en ongescript. En we gaan zo verder diepte in als je maar kan en als je wil. Je moet een keer wat gaan doen. Dus ik ben dan voor buigen. Jij bent misschien meer voor wat nee, wat ik ben het helemaal met je eens. En het probleem op dit moment is gewoon dat er eigenlijk geen goede oplossing is. Hè? Of we gaan naar hyperinflatie. Of je zegt, Nederland is failliet. We betalen die staatsschuld niet meer af. Ben jij voor zo'n constitutioneel hof? Dat hebben we nu als punt. Dus inderdaad, om die grondwet weer het is een ja-nee vraag. Te versterken. Ja, nee, ja, zeker. Dat staat er. Ja, ik zou er als de dood voor zijn. Want dat wordt een soort Raad van State-achtig college. Tuurlijk. Ik moet er niet aan denken. Genade. Ja. Reageren op die baantjes najagen. Heeft Mark dan zo zijn best gedaan om chef NAVO te worden? Heeft hij gejaagd op dat baantje? Of is het meer zo van, nou, die is mooi conformistisch. Laten we die. Dat lijkt me onze nieuwe secretaris-generaal. Dat is een goede Stoltenberg. Nou, ik denk beide. De mensen die op zijn plaats terechtkomen, zijn per definitie conformisten. Niet-conformisten zijn er al lang uitgeflikkerd. Dus de enige mensen die dat niveau bereiken, zijn de mensen die er juist niet zo'n beweging maken. Dus ja, waar komt het door? Heeft hij zich extra zijn best gedaan of is hij juist extra geschikt bevonden? Ik denk allebei. Maar de tijd dat je van die contraire figuren had aan de top, hè, de Anton Dreesmans van deze wereld, weet je wel, die tegen alles in gewoon iets anders gingen doen, goed of slecht. Hè? Maar dat soort mensen worden gewoon al heel snel uit het systeem gegooid nu en die komen nooit aan de top. Zeg, ik hoorde op Twitter iemand suggereren dat jij minister-president zou kunnen worden. Heb je dat ook gelezen? Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, dat heeft Thierry gezegd, hè. Oh. In een interview met Pound. Toen vroegen ze van, wil je dan minister-president? Toen gaf hij zijn minister-presidentkandidaat. Dus ik ben de Mona Keizer van Forum voor Democratie, zou je kunnen zeggen. Ik zeg gewoon steeds vaker dat Libertaire Partij is misschien meer een soort van filosofische, economische denktank als achtergrond. Hè. Bestaat ook al 30 jaar natuurlijk. En daarvoor had je het Libertarisch Platform. En het meedoen met de politiek is juist misschien wel wat moeilijker om het echt in een politiek programma te krijgen. Dus dat is misschien inderdaad het verschil tussen FVD en LP vooral. Ja, nou wil ik jou uitdagen. LP is dus voor ons een inspiratiebron, hè? Want dat is dat gedachtegoed proberen wij, althans voor zover mogelijk, en ook niet 100%, maar wel een groot deel daarvan, toe te passen op hoe gaan we dan met de werkelijkheid om vanuit die gedachte. Oké, nou dan gaan we kijken in dit gesprek. Hoe noem je dat? Boter bij de vis. Of hoe ver je daarin gaat. Want ze gaan daarin wel ver. Maar dat zullen we. Verder dan wij. Dat kan ik nu al zeggen. Ja, de Libertaire Partij is echt geschoold op de Oostenrijkse school van de economie. Dus wij zijn heel principieel tegen elke vorm van inflatie eigenlijk. Wij zien inflatie letterlijk als een verborgen belasting. En ik voel dat daar verschillende ideeën over zaten. Nou, ik zit hier omdat ik weet dat jullie allebei World Bank Scenario hebben gelezen. En ik weet dat de Libertaire Partij gaat het debat ook met mij aan. Ik hoor net Zwitserland bijvoorbeeld als een mooi voorbeeld. Ik denk dat het een treffend voorbeeld is, want daar zitten heel veel organisaties die allesbehalve transparant zijn. Maar wat ik zo mis is de aanspreekbaarheid. Hè? Dus als een probleem in Nederland zichtbaar wordt, of eigenlijk wereldwijd, maar ik spreek even tot Nederland, dan wordt het ofwel, je wordt meteen gaan fluistercampagnes starten, er gaan allerlei grote krachten werken, terwijl niemand het debat aangaat. Waarom word je neergezet ofwel genegeerd en uiteindelijk gaat je kop eraf als het wel groter wordt? Ik denk dat het dan namelijk geen oplossing komt. En, nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat door die grote machtsorganisaties is gewoon vertrouwen in het systeem is gewoon heilig. En dus inderdaad, als er iets van corruptie wordt blootgelegd, wat juist enorm belangrijk is om transparant over te zijn, dan gaat het systeem dat gewoon stilhouden. Dat is in het belang van het systeem. En juist doordat toch wat wij zien, wat ik denk, is dat je niet eens meer kan zien waar dus de overheid en de bankenwereld eindigt, hè, bij de dingen. Daar verschilt misschien van mening in. Zie je gewoon dat onbespreekbaar wordt gemaakt bijna. En dus niet alleen is door de politiek zelf, maar vooral door de instanties daarachter, die toch invloed hebben op de politiek ook.
De wereld wordt verkankerd door verknipte psychopaten. Die verdienen aan de lijken in kapotgeschoten straten. Leugens om de leugens leren ons een nieuw verleden, zodat nieuwe slachtingen kunnen beginnen in het heden. Gates en Fauci reduceren de bevolking met een prik, geeft een machtig lucratief genoegen en een hele geile kick.